Hallo allemaal, lieve mensen. We zijn live met Helden Magazine. Mijn naam is Marlies van Kleef. Superleuk dat jullie allemaal weer kijken. En we gaan live met niemand minder dan Kika van S. En Kika die is ook al aanwezig in de chat, zie ik. Maar ik ga, voordat ik haar toevoeg, ga ik haar heel eventjes voorstellen. Want er zijn misschien mensen die nog niet zo goed weten wie zij is. Nou ja, eigenlijk kan ik me dat helemaal niet voorstellen, want iedereen weet wie Kika is. Maar toch, voor de enkeling die het niet weet, Kika is profvoetbalster. Ze speelt bij Everton. En sinds afgelopen zomer, ze heeft ook jaren in Nederland gevoetbald. Bij PSV, bij FC Twente, bij Ajax. En vorige zomer was het tijd voor een mooi nieuw avontuur naar het buitenland. En die maakte ze dus. Dus ze woont tegenwoordig in Liverpool. Maar Kika is natuurlijk ook een vaste waarde bij de Oranje Leeuwinnen. En ze werd Europees kampioen in 2017. Ze werd tweede op het WK in 2019. En inmiddels heeft ze 64 interlands gespeeld. En op haar 17e maakt ze haar debuut. Dus ja, Kika die is niet meer weg te denken in het oranje shirt. En dat vinden wij geweldig. En we hebben, wat ook heel leuk is, we hebben ontzettend veel vragen binnengekregen. Echt overspoeld. Dus we hopen dat we alles kunnen beantwoorden. Nou ja, Kika tenminste. Dus ik ga haar gauw toevoegen. En dan kunnen we van start. Even kijken waar ze nou naartoe is gegaan. Kika van S. Toevoegen. We zijn even op haar aan het wachten. Hij is ook verbinden. Ja, daar is hey. Ah, Kika. Ja, goedemiddag. Goedemiddag, wat leuk dat je er bent. Waar zit jij? Ja, ja, ik zit in mijn woonkamer in, in Noosley, een klein dorpje in Engeland. Oh, wat leuk. En hoe gaat het met je? Het zal even zo leuk, ik zie je niet goed. Ja, het gaat goed. Het is weer heel erg wennen om terug te zijn in Engeland, omdat hier dingen toch nog wel anders zijn door corona. Ja. Maar ik ben in ieder geval blij dat ik weer naar de club kan en dat ik op het veld kan trainen. Alleen de situatie is hier nog wel echt heel anders dan in Nederland. Moet je veel met mondkapje op ook en zo buiten op straat of dat niet? Nou, dat is heel raar hier in Engeland. Ze hebben nu besloten dat dat dus vanaf volgende week of zo moet. Oh. Dus nu zie je een enkeling die dat doet, maar ja, nog niet veel mensen. Ik heb er zelf wel eentje bij, maar ja, bijna eigenlijk niet, nee. Nee, gek is dat dan. Maar het is in ieder geval niet op slot bij jou, toch? Je kan gewoon nog steeds supermarkt, winkels in. Ja, je kunt dus inderdaad wel boodschappen doen. De sportscholen zijn nog niet open en ze hebben volgens mij ook wel een plaatselijke lockdown. Maar hier gelukkig waar ik zit nog niet. Maar ja, het is gewoon bizar in Engeland. De pubs zijn open, maar de sportscholen niet. Dus heel apart. ja, de pubs zijn toch belangrijker, denk ik, hier dan het sporten, ja. Ja, bier, pint. Ja. Heel goed. Ik heb je al even voorgesteld voor het grote publiek. Heb je het al gehoord? Ja, heel erg leuk. Klopte het? Ja, alleen ik was 19 toen ik mijn debuut maakte, dus iets ouder. Oh, 19. Ik heb overdreven. Ja, inderdaad. Oh, nou, heel leuk. Hey, we zijn echt overspoeld met vragen. En jij ook, want jij hebt ook via je Instagram via je stories een oproep gedaan dat mensen vragen konden stellen. Dus we kunnen, we hebben de allerleukste uitgezocht, maar ik denk niet dat we tijd hebben om ze allemaal te beantwoorden. Wij hebben ook nog één vraag. En ik weet, mag je alvast even over nadenken of misschien heb je al iets binnen handbereik. Namelijk, is er iets in jouw huis dat je graag aan ons zou willen laten zien? Een mooi attribuut, een prijs, een foto of een ander aandenken waar je veel waarde aan hecht? Nou ja, ik heb het wel naast me liggen. Dus als je zoiets hebt van, ik zou het graag... Of nou ja... Leuk. Ik moet zeggen dat ik dus echt een hele mand heb. Kijk, dit is mijn mandje. Wat en er zitten allemaal verschillende attributen in. Omdat ik ben wel echt een familiemens. Dus elke keer als ik terugging naar Engeland, had mijn familie weer iets voor me gemaakt. En natuurlijk aandenkens die ik had. Omdat ik heb mijn medailles in Nederland liggen en mijn shirts eigenlijk ook allemaal. Maar ik had hier toch wel wat dingen liggen die voor mij wel van hele grote waarde zijn. Allereerst natuurlijk de WK-bal. Ja, daar is dit is een bal van natuurlijk het WK van vorig jaar in Frankrijk.
En ja, natuurlijk, de meesten die het hebben gezien, die hebben dus kunnen zien dat het voor mij met ups en downs was. Ik heb wedstrijden gespeeld, maar ook op de bank gezeten. Maar als team hebben we natuurlijk supergoed gedaan. En daarin zie je wel dat voetbal echt een teamsport is. En dat als je het als team doet, het echt, ja, je heel ver kunt komen. En dat, ja, deze bal, die associeert me daar wel mee, dat je het echt samen doet. Dus de bal heb ik als belangrijk ja, iets in mijn kamer liggen. Ja, en deze is heel recent, want deze heb ik gekregen van mijn moeder. Daar zitten de foto's in van de afgelopen 4 maanden, toen ik in Nederland was. En door corona ja, ben ik natuurlijk heel onverwachts voor 10 dagen naar Nederland gegaan met een koffertje met nog winterkleding. En toen uiteindelijk bleef ik 4 maanden. En dat is natuurlijk heel speciaal dat je gewoon ja, 4 maanden met je familie krijgt. En ja, voor mij kwam corona dus eigenlijk, ja, heel Best hoe goed. gek het ook is. Ja, want het is gewoon heel Ja. fijn om met je familie te zijn. En dat maakt het nu alleen nog maar harder om weer hier terug te zijn. Omdat je ervaart hoe fijn het is thuis. Dus dat is voor mij echt heel speciaal. En ik heb Kun hier, je ik weet niet of je het. je foto laten zien? Of een van de mooiste foto die voor jou heel veel waarde heeft? De mooiste Nou ja, foto. het is wel heel grappig, want er zitten echt verschillende dingen wat ik heb gedaan. Dus mijn ouders zijn aan het verbouwen, dus ja, daar heb ik bij geholpen. Ik heb geholpen in de zaak. Nou ja, vooral heel veel met de honden gewandeld. Ja, ik heb vooral echt heel veel gewandeld met familie en vrienden. Nou ja, mijn opa is echt mijn alles. En ja, daar kon ik uiteraard ook heel veel naartoe. Dus dat is toch wel echt het ja, belangrijkste wat hierin zit van de afgelopen 4 maanden. Mooi zeg. En ik weet niet of je dit goed kan zien. Ja. Ah, ja. Nou ja, dat is dus van het EK, een foto met de beker. Ja. Nou ja, dat heeft natuurlijk voor altijd ja, een speciaal plekje in mijn hart natuurlijk. Want dat is denk ik het mooiste wat ik heb meegemaakt in mijn carrière. Dus ja, dat zijn een beetje de speciale dingen die op mijn kamer te vinden zijn. Nou, die hebben het goed, mooi gedaan. Goed Ja. voor heel leuk. In een mooi speciaal mandje. Hey, Ja. goed. Laten we gauw beginnen met alle vragen. Want ik denk dat we de kijkers niet meer in spanning kunnen laten wachten. Daantje vraagt: heb jij nog tips om beter te kunnen voetballen? En welke oefeningen moet ik dan doen? Nou, het is natuurlijk een beetje op welke positie ze speelt. En dat geldt natuurlijk voor jongens en meisjes natuurlijk beide. Maar ik ben natuurlijk een verdediger. En toen ik vroeger jong was, heb ik echt heel veel getraind. En ik trainde dus met de jongens. En ik heb tot mijn 16e bij de jongens getraind. En er was op woensdag een extra techniektraining vanuit de club. En daar ging ik ook naartoe. Dus elke mogelijkheid die ik had om extra te trainen, ja, dat deed ik eigenlijk. Maar vooral, ik had zoveel plezier met mijn vriendjes. En ja, dat zorgde ervoor dat ik zeg maar leuk vond om elke dag buiten te zijn en te voetballen. En ik denk dat dat gewoon het belangrijkste is. En je moet echt naar je positie kijken. Dus als je voorin staat, moet je natuurlijk vooral zoveel mogelijk op goal gaan schieten. Bij je verdediger is het misschien slim om een vriendje of vriendinnetje te gebruiken die je gaat helpen met verdedigen. En dan gaat je vriendje of vriendinnetje een actie maken en dan ga jij proberen de bal af te pakken. En zo heb je natuurlijk op elke positie wel verschillende oefeningen die je kunt doen. Maar ja, bij mij, ja, ik heb vooral echt heel veel plezier in het spelletje. En vooral toen ik klein was, want dat heeft me denk ik ook gebracht waar ik nu ben. Ja, mooi. Over toen jij nog een klein meisje gesproken was, was er ook de vraag voor Intimie. Ik weet ook, denk dat ook niet iedereen dat weet, maar dat kun je misschien uitleggen. Hoe ben je vroeger op de naam Randy gekomen? Nou ja, er woonde bij mij in de buurt een jongen die Randy heet. En blijkbaar vond ik dat een hele mooie naam. Dus ja, ik weet niet. Vroeger wilde ik dat gewoon per se. En ik weet dat er een jongetje in mijn buurt ook Randy heette. En daarom wilde ik dat ook. Want vertel eens, leg eens uit voor de mensen die dat niet weten, want jij deed je voor als Randy, hè, zodat je kon voetballen met de jongens. Ja, ik moet zeggen dat ik ja, toen ik klein was, wilde ik eigenlijk het eerste wat ik al tegen mijn ouders schijnbaar zei, toen ik een beetje kon praten, is, wilde ik echt wel mijn haren kort. En ik wilde een jongetje zijn. En ik was er echt heel duidelijk in en heel strikt van ja, ik wil gewoon een jongetje zijn. En ik wil ook Randy heten. En daar hebben mijn ouders zo goed opgepakt dat ze zeiden, nou ja, dan laat je op zaterdag, dan had je natuurlijk ook wedstrijden. Dan mag je dan Randy heten, heel de dag. Dus iedereen noemde mij ook Randy en ook mijn familie. En ja, dat voelde voor mij wel heel speciaal. Dat ik gewoon op dat moment gewoon. Ik kon natuurlijk altijd zijn wie ik wilde zijn. En dat hebben mijn ouders heel goed gedaan. Maar op die speciale dag voelde ik me toch echt een jongetje. En ja, jongensboxers, jongenskleding. Ik was echt helemaal in mijn element. Nou ja, en ik zag ook echt uit als een jongetje. En ja, ik deed ook veel. Ja, ik had ook alleen maar vriendjes eigenlijk. En ja, dus ja, zo is dat eigenlijk begonnen. En wanneer werd je dan eigenlijk weer ook op zaterdag Kika?
Dat weet ik niet precies. Ik denk naarmate, ik weet niet precies, bijvoorbeeld, dit heeft jaren geduurd. Of dat durf ik echt niet te zeggen. Maar ja, het heeft wel een aantal jaar wel geduurd, ja. Maar wanneer het is gestopt, dat weet ik eigenlijk niet precies. Nee. We gaan even door. We hebben namelijk ook nog over vroeger gesproken van Daniek. De vraag gekregen, wat is je leukste herinnering van je voetbaljeugd? Oef. Mijn leukste. Nou ja, wat ik altijd heel erg leuk vond, is dat ik tussen jongens speelde. En daar leer je gewoon zoveel van. Dus ik denk, toen ik echt jong was, vond ik het gewoon vooral leuk. Ja, die onbevangenheid dat je gewoon, ja, gewoon achter een bal aan rennen en niet wetende waar het zou eindigen in je carrière. En natuurlijk had ik als droom profvoetballer te worden. Maar dat je gewoon zoveel plezier had. Er kwam geen druk bij kijken. En dat is wel iets wat ik echt heel erg leuk vond in mijn jeugd. En heb je de... Ja, dat is nu wel anders. Waarschijnlijk met de druk. Ja. Kijken. Ja. Ja. Hoe groot, dat wil ook iemand weten, hoe groot zijn de offers eigenlijk die je moet maken? Dan zit je nu in het buitenland. Jij, ik weet van jou dat jij ook wel heel erg veel waarde hecht aan het thuisfront en je honden. Hoe dat? Heb je veel heimwee? Ik moet zeggen, vorig jaar woon ik samen met Inessa Kaagman. En zij is natuurlijk ook een Nederlandse en zit ook bij Oranje. En ja, daar voelde ik mij meteen thuis hier in Engeland. En zij heeft mij een beetje laten zien hoe het hier in Engeland eraan toe gaat. En ja, zij heeft mij echt enorm veel geholpen. En daardoor voelde het toch wel echt als thuiskomen als je in je appartement kwam. Omdat je dan toch Nederlands kon praten. Zelfde interesses. Ze wist uiteindelijk weer elkaar zo goed kennen dat ze eigenlijk van alles weet wat er in je leven gaande is. Wat het iets verzacht. Maar het was zeker heel erg moeilijk het eerste jaar. En ik merk nu... Ik zit nu bijna een week, ik zit nu een week in Engeland. Dat het wel echt nu heel zwaar is. Omdat ik natuurlijk 4 maanden non-stop met mijn familie ben geweest. En ik zit hier nu als enigste Nederlandse bij de club. Inessa is vertrokken, hè? Sorry? Inessa is vertrokken, hè? Ja, klopt. Die is dus weg bij de club. En ja, dat maakt het nu wel heel erg zwaar. Vooral omdat ik ervaren heb hoe fijn het is om bij je familie te zijn. En ik hier dus zit als enigste Nederlander. Ja, ik kan me voorstellen. Er zijn ook heel veel fans van Everton die het juist heel fijn vinden dat je daar bent. Zoals ook Jess Deacon. Ja, die vraag is in het Engels. Je mag vast in het Nederlands antwoorden. In het Engels. What do you like most about Everton? Dus wat vind je het allerleukste daar? Ik moet zeggen dat het echt heel professioneel is hier. Eerste jaar, wij trainen gewoon op Finch Farm, dat is het complex van Everton. We maken gebruik van dezelfde faciliteiten als de mannen. Je komt naar de club, krijgt ontbijt, je gaat trainen, je krijgt lunch, je gaat trainen. Dus het is hier zo professioneel dat ik dat super gaaf vind. En Everton is een hele warme club. Er zit natuurlijk een Nederlander aan het roer die de basis van Everton, wat ik ook wel heel erg leuk vind. En ja, het is gewoon een hele warme club en een hele mooie grote club. Dus ja, dat vind ik wel heel speciaal, dat ik daarvoor mag spelen. Je hebt in Nederland bij verschillende clubs gespeeld, want daar had je dan training en dan kon je daarna vaak naar huis. En nu lijkt het alsof je hele dag gewoon bestaat uit voetbal. Ja, maar dat is ook. Ik ga om 9 uur weg en ik kom rond 4 uur thuis. Ja. En dan heb je 2 trainingen afgewerkt en je hebt 2 maaltijden gehad en... Ja, dat was bij andere clubs wel anders. En ik moet zeggen dat dat natuurlijk nu ook groeit in Nederland. En dat je ziet dat andere clubs natuurlijk waarschijnlijk ook ontbijt krijgen of een lunch na een training. Omdat ze gewoon weten dat voeding heel belangrijk is. Dus dat is echt wel aan het groeien in Nederland. Maar toen ik er speelde, was dat nog niet veel mee. Ja, we krijgen ook nog, om nog heel even terug te keren op het mooie WK. Van Benjamin de vraag... die kwam op jouw account ook binnen. Hoe kijk je daar nu op terug? Daarna. Dus laten we eerst leuk. Ja, heel wisselend natuurlijk. Het is natuurlijk super. Die me natuurlijk een heel veel plak hebben gehaald. Doet hij het nog? Ja, je viel even weg. Wacht even. Is hij er weer? Oh, maar ik kan jou nou niet horen.
Oh, dat is heel raar. Ik ben er wel bij, maar ik kan jou dus niet horen. Dus de camera, huh? Ik weet niet wat er is gebeurd, maar ik kan, ik kan jou niet horen. Zou ik even eruit gaan en opnieuw erin komen? Jeetje. Oké, maar hier staat dat mensen mij dus wel horen. Oké, we gaan even gewoon opnieuw. Oké, dankjewel. Gelukkig kunnen jullie mij gewoon horen.